Door de flinke stijging aan coronabesmettingen worden mogelijk binnenkort nieuwe maatregelen getroffen. De kapperszaken zouden onder deze maatregelen kunnen vallen. Wat zouden de Schiedammers daarvan vinden? En zijn ze voor de volledige zekerheid recentelijk nog naar de kapper geweest? Ja, deze maand nog. En hoe vaak gaat u naar de kapper? Ik probeer dus elke week of elke maand te gaan. En wat nou als er draconische maatregelen komen? Dat je mogelijk niet meer naar de kapper zou kunnen gaan? Ja, dan probeer ik wel op YouTube te kijken of ik even vanuit thuis iets kan doen aan mijn haren. Zoals maskers en kijken of ik dan misschien zelf kan knippen. Ja, slechte ontwikkeling natuurlijk. Het zijn allemaal kleine zelfstandigen vaak die toch hun geld moeten verdienen. En ja, dat vind ik alleen maar triest. Maar als het moet, dan moet het. Ik denk het wel, ik denk het wel. Ja. Het blijft zo lang stijgen en zo, weet je, en om jezelf en andere mensen ook te beschermen. Alhoewel het wel heel, heel erg zou zijn. Want ik denk dat heel veel bedrijven om gaan vallen ook natuurlijk. Dus ik zou het wel, maar ik verwacht het wel, ja. Stel voor, er zouden nieuwe maatregelen komen in betrekking tot mondkapjes of handschoenen aan of nog meer bescherming. Wat zou u daarvan vinden? Nou, mondkapjes, totaal geen probleem. Ik doe het zelf al automatisch als ik in een winkelcentrum kom of als ik de passage inloop. Het moet nu gewoon gebeuren. Mondkapje, ik heb ze ook in mijn zak zitten. Geen enkel probleem, ik heb schoon op voorraad. Dus nee, graag. En heeft de kapper of kapster dan ook een mondkapje op? Nee, dat niet. Omdat het natuurlijk benauwd wordt, ook met feunen en haarzeilen. Het wordt natuurlijk heel erg benauwd in het kapper. Dus de kapster heeft zoiets van, nee, het hoeft eigenlijk niet. Nou ja, veiligheidsregio, kijk, ik heb volste vertrouwen in de veiligheidsregio. En als die zeggen, dit moet gaan gebeuren, ja, wie ben ik dan om dan gewoon nog een afweging te gaan maken van mijn kapsel. En laten we nu gewoon voor de gezondheid gaan. En ik neem aan dat de hoge heren het allemaal wel goed hebben. En de cijfers worden constant in de gaten gehouden. Persconferenties ben ik heel erg tevreden over. Nou, en wat moet, dat moet. Het moet een keer de wereld uit. Is het nu niet, is het misschien over een half jaar. Maar we moeten het een keer verslaan. Dat is het, Nou, mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit.